De minima in de stad krijgen straks gratis tweedehands witgoed. De regeling is bedoeld voor mensen die minimaal 5 jaar leven van een uitkering. Ze hebben vaak geen geld voor grotere uitgaven zoals wasmachines, kooktoestellen, koelkasten, televisies en computers. Eerder kregen de minima in Groningen een bedrag waarmee ze bijvoorbeeld een nieuwe wasmachine konden kopen. Met de nieuwe regeling wil de gemeente geld besparen. Het is goedkoper, de regeling. Dus we kunnen meer mensen bedienen. Dat zal waarschijnlijk ook wel nodig zijn, want er doen meer mensen een beroep op de regeling. Het tweede is, ja, het is goed voor het milieu, hè, hergebruik. En ten derde, het idee was ook, hè, de spullen moeten netjes opgeknapt worden en mooi gemaakt worden. En dan kunnen misschien mensen die, hè, een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt, kunnen bij dat proces worden ingeschakeld. Het was een soort drietrapsraket. Door de besparing kan het pakket uitgebreid worden. We kunnen nu ook computers erbij betrekken. En ik vind dat belangrijk, want je ziet met name in gezinnen met kinderen op school, die hebben ook allemaal, die hebben een computer thuis nodig. En vaak is er het geld niet voor en die kunnen nu ook in het kader van de witgoedregeling, kunnen ze een prachtige computer krijgen, helemaal opgeknapt en met prima software erop, gratis. Eind volgend jaar bekijkt de gemeente of het plan een blijvertje is.